in het septembernummer testrijden drie populaire Jeannots. Op één dag vaart het team met de Sunfast 32. Met de Sun Odyssey 32. En ook nog met de Sun Odyssey 32.2. Boten werden grondig getest, gesprekken, interviews met de eigenaars. Het interieur werd goed bekeken. Zie voordat ze daar die ronde raadjes hebben gebruikt, dat hoeft helemaal niet hier. Nee. Dat hebben ze wel gedaan. We beginnen met de Jeannot Sunfast 32. Een helmstok met verlenger, veel lijnen in de kuip, overal lieren en op het voordek spinnakergerij en een rolfok die verwerkt is in de ankerkluis. Binnen, klassieke indeling, kajuit van de kajuit. Dan was het tijd om te gaan varen. En deze Sunfast zeilt heerlijk. Ligt mooi op de wind. Goede zeilen staan er ook op, dat scheelt een hoop. Voor het spinnaker was het net iets te krap. Dan testen we Mahalo, de Sun Odyssey 32. We zien een ruime kuip, weinig lijnen, weinig lieren ook. Het is duidelijk een toerschip. Geen wedstrijdschip. We zien op het voordek stevig ankergerij. Maar de rolfok is eenvoudig uitgevoerd. Binnen, aan bokboord het toilet en aan stuurboord een royale kombuis. Ook hier weer een kenmerkende ruime hut in het achterschip. Dan is het tijd om te gaan zeilen. Op het Veerse Meer lijkt het rustig, maar toch trekken er flinke vlagen over. En daar heeft deze Sun Odyssey het moeilijk mee. Het schip loopt uit het roer. Is het lastig weer op koers te krijgen. Het testteam van zeilen moet alles uit de kast halen om dit schip rechtuit te laten varen. Uiteindelijk wordt er een rif gestoken en Genua wat ingerold en dat lijkt goed te helpen. Ten slotte, de Sun Odyssey 32.2. En wat meteen opvalt hier is geen helmstok, maar een stuurstand met een stuurwiel. Veel informatie voor de schip, voor de stuurman. De vraag is of je dat ook vanuit de rail kan zien. Op het dek, de grootschootoverloop. Daar is de testteam minder blij mee. Want ook hier weer de schoot door de stopper. Prachtig interieurtje. Dan is het tijd om te gaan zeilen. Flink wat wind op de grevelingen. Het testteam steekt nu meteen een rif. En met de Genua maar half uitgerold, gedraagt het schip zich voorbeeldig. Het krijgt zelfs 4 sterren voor roergedrag. De hele test leest u in de zeilen.